de rol van de cliënt verandert. Om dat duidelijk te maken, worden verschillende woorden gebruikt. Naast zelfmanagement is dat bijvoorbeeld zelfredzaamheid en zelfregie. Wat wordt daarmee bedoeld? We vroegen het aan Matt van der Heijden, directeur geneesheer van het Dr. Leo Kannerhuis. Als we het hebben over zelfredzaamheid, dan bedoelen we daarmee dat er elke dag natuurlijk allerlei dingen op je afkomen. Allerlei taken, allerlei verantwoordelijkheden, allerlei problemen die je moet oplossen. En naarmate je ouder wordt, moet je dat steeds meer zelf doen. Als dat lukt, dan is dat natuurlijk ook prettig voor je, hè? Prettig voor je zelfbeeld. Dan heb je het idee van, nou jongens, ik kan het leven aan. Zelfregie in de zorg, daarmee wordt meer bedoeld, hè, dat je sommige hulp niet meer hoeft te halen door echt letterlijk bijvoorbeeld naar een hulpverlener toe te gaan of een hulpverlener naar jou toe te gaan. Maar laten we zeggen, om dat op andere manieren voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door op het moment dat je het nodig hebt een mailtje te sturen of even een telefoontje te plegen of wat dan ook. Hè. En dat zijn ook manieren om eventueel de zorg wat goedkoper te maken. De cliënt is dus de regisseur van zijn eigen leven en de zorg die daarbij hoort. Maar hoe pak je dat aan als je autisme hebt? Het lastige van autisme is dat het zich op zoveel verschillende manieren kan openbaren. En dat betekent dat de een veel beter in staat is dan de ander om zichzelf te redden en zorg voor zichzelf te organiseren. En ik denk dat er echt wel mensen met autisme zijn die dat kunnen, zeker als ze bepaalde hulpmiddelen daarvoor krijgen. En ik denk dat het ook best goed voor ze is, best ook goed voor hun zelfgevoel, dat ze dingen wat meer zelf kunnen regelen. Maar we zullen ook heel eerlijk moeten zijn, er zijn ook cliënten met autisme die dat echt niet kunnen. En we moeten denk ik ook niet schromen om dat duidelijk te maken. Sommige mensen hebben echt heel veel stut en steun nodig. En daar moeten we gewoon duidelijk over zijn. Ja. Niet alleen de rol van de cliënt verandert, maar ook van de hulpverlener. Die zal de cliënt vaker moeten aanmoedigen en ondersteunen om zijn eigen netwerk in te schakelen. Althans, voor zover dat mogelijk is. En dat betekent dat de hulpverlener soms wat meer op afstand blijft. Nou, dat betekent voor de hulpverlener dat hij wat meer op zijn handen moet kunnen gaan zitten natuurlijk. Hè? Want ik denk hulpverleners hebben misschien ook wel als karaktertrek dat ze ook graag verantwoordelijkheden overnemen of iemand heel erg helpen bij de dingen die hij in het dagelijks leven moet doen. Dus je moet op je handen kunnen zitten en je moet er ook tegen kunnen dat je van sommige patiënten vraagt om pas contact met ze op te nemen als er echt problemen zichtbaar worden, hè, over beren op de weg zichtbaar worden. En dan moet je ook wel zo goed met je cliënt vertrouwd zijn dat je dat ook aandurft. He, dus dat zijn ook voor ons veranderingen. Ja. Mobiele technologie kan helpen en is een onzichtbaar hulpmiddel. Dat is een voordeel. Als je een hulp- of zorgapp raadpleegt op je mobiel, ziet niemand dat. Iedereen kijkt immers op zijn mobiel en niemand weet dat je een autisme-app raadpleegt. We merken ook dat heel veel van de technische zaken die we hebben ontwikkeld, die kunnen mensen ook raadplegen op een manier die niet stigmatiserend is. Er is ooit eens een keer een hoogleraar geweest die heeft gezegd, wat ik voor mensen met autisme doe, dat is onzichtbare protheses maken voor een onzichtbare handicap. En het feit dat je bijvoorbeeld de hulp van een app kan inroepen op je iPhone, wat natuurlijk heel gewoon is, dat mensen gewoon op een iPhone kijken, dat is niet stigmatiserend.